Hey, kom maar. Ja, kom maar. Kom maar. Met een hondje. Oh, niet vol gas geven. De perfecte gewichtsverdeling, mooi geluid. Waarom zit die mevrouw op haar knieën? Oh, er zit een kindje bij. Ik dacht, wat zijn jullie daar aan het doen? Wat zijn jullie daar aan het doen? Styling eigenlijk, maar... Het is niet alleen uiterlijk vertoon... even opnieuw. Ja, dat was niet heel lekker verhaal. Cross is overduidelijk het SUV, het crossover boertje van die vijf boertjes, zei ik. Oh, wel een grote draaicirkel. Ah, jammer joh. En met hildhybride... Zeg ik heel hybride? Heel hybride. Ja. Heel hybride. Ja. We hebben allerlei comfortfuncties, massage voor de functie. Nee. Gaat lekker, hè? Kijk, ik nodig. Nadeel, kleine benzinetank. Hoe was die nou? Was die 30? Nadeel van deze aanpak is natuurlijk kleiner. Of natuurlijk. Een nadeel van zo'n aanpak is natuurlijk... Is natuurlijk waarom vraag ik zo vaak natuurlijk? Nadeel van zo'n aanpak is dat de benzinetank wat kleiner is. Hè? 35 liter. Ja, smaakt het? Deze auto heeft allemaal veiligheidssystemen, waaronder lane departure warning. Oké. Okay. Welkom in Brabant. Welkom in Brabant. Ja, nou, dat maakt niet uit. Ik weet niet wat je gedaan hebt. Nou, daarom hebben ze hier geen roze shirts aan. Nee, daarom hebben ze hier zwart. Nog een broodje kroket. Van Dob, hè? Extra zwaar. Dat die voor jou was. Ik kan er eigenlijk niet zoveel aan doen van mijn vriendin. Het is natuurlijk haar auto. Ik had beloofd om rustig te rijden. Zit je dan met je Ferrari t-shirt in een Ford GT? Ja. Oké, liever dit of liever een Ferrari? Liever dit. Ja? Ja. Maar bijvoorbeeld ook een... hoe heet dat nou? Maar bijvoorbeeld ook een rij... Maar bijvoorbeeld ook een rijstrookassistent. En de M3 Competition is ook wel de versie die je wilt hebben, omdat ze werd... Ja, zoiets, ja. Koffie en een banaantje. Ja, zelfs lagers. Niet precies waar die exact zit. Maar in ieder geval kan die de electropower... Ik weet niet of dat waar is trouwens. Ik denk het wel. Tijn... Knip dit er maar uit anders. Ik weet het gewoon echt niet. Ik zal je dat even laten zien, want dat kun je ook met de... Dat is een knap... Ja, dat is wel knap van mezelf dat ik dit zo kan houden. Dat je de alfamannetje van de camping is. Het blijkt dat je ook nog zo'n stekker moet inpluggen. Maar dan kost het wel meer stroom, hè? Dan gaat de range nog harder terug. Was je toets? Ja, dat was bij iedere auto anders, leerden we bij Kip. Op de zijkant van de trekhaak kan die ook nog zitten. Hoeveel mensen heb je nodig om een stekker aan te sluiten? Twee, maar het lukt nog niet heel erg goed. Even next level qua aflakken van zo'n auto. Er zijn nu twee varianten van de iX, namelijk de iX
xDrive 50. Dan heb je 500 zoveel pk, zoiets. Ja. Meer dan 500. Meer dan 500, ja. Porsche Import heeft sowieso een rijke traditie met... Hallo. Nou, reed nu aan die kant. Dus voordat hij bij mij terug is. Ja. Klikken, je moet klikken. Sta je nou je haar op te fluffen? Wouter Carson. En wat company do you work for? Autoblog.nl. Deze Ferrari F355. De Ferrari F355. 355. Ja, hoe zeg je dat? Dat is best significant. Ja, €540 versus €609. Ja. €169 aan de maand wat je bespaart. Nee, 69. Oh ja, dat is €69 in de maand wat je bespaart. Maar voor nieuwe. Er is wel een soort handleiding bij, moet je een beetje pakken zo. Zeg je doen. Conclusie. Ja. Maak we dat in orde, dat is geen probleem. Mag ik nou ook beginnen? Want ik was natuurlijk iets later hier. Net smakelijk, jongens. Hemel. Lotus Emira, 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 Lotus Emira. 420 pk, 400 Nm aan koppel, overigens 85% van het koppel over het grootste deel van het toerenbereik ter beschikking. Ja, knal er maar langs. Knap hoor. Dat is echt een voorspelbaar. Misschien het enige puntje van kritiek naast het design. Dat je denkt, 600. Ik ging die kant op, hè? Zo, ja, ik ging, waarom moet je deze kant op rijden? Ik weet het ook niet. Het grootste verschil zit hier. Ja, kom net de auto aan. Oh jee. Dit is voor de blooper. Dit is voor social. Hé, hey, kom maar. Ja, kom maar. Kom maar. Met een hondje. Oh, niet voor gas geven. Ah, die hond. Oh, een lieve hond achterin. Maar er is dus heel veel op af te geven. Nee, er is dus meer toelichting op te geven. Dat is even opnieuw. Flauw, ja. Oké, mooi. Afgerond. Zo.